Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door APEC, Van der Linden, Albert Heijn en Zuma. Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar Sinterklaas Nieuws Leiden. Wat een toestand vorige week met de Pieten en Sinterklaas. De Pieten hadden besloten dat Sinterklaas beter in Spanje kon blijven. Gelukkig wist hij zich toch te verstoppen op de pakjesboot en kwamen ze met z'n allen aan in Leiden. Zeg nou zelf, pakjesavond zonder Sinterklaas is toch geen pakjesavond? Afgelopen week gebeurde er weer een heleboel rond Sinterklaas. We gaan even terug naar maandag, toen de Piet en de pakjesboot aan het uitladen waren. Nou, dat gaat hartstikke goed, Pieter. Alle cadeautjes moeten de beestenmarkt op. Pieter, doen jullie wel een beetje voorzichtig met alle pakjes? Ja! Ja, kom maar door. Kom maar. Ja, stapelen maar. Het gaat goed hoor, Alf Piet. Heel goed pakjes, Piet. Het volgende pakje. Ja. Ho, kijk nou uit. Er valt er bijna één in het water. Gaat goed, ja. Ja, kom maar hier. Zet er hier maar één neer. Ja. En daar daarvoor nog eentje. Lekker stapelen. Als ik wat moet doen, dan moet je het zeggen, hè, Inpakpiet. Ja, ja. Ik help graag. Ah, ja, ik hou al wat vast. Ja, doe maar. Doe maar. Hou maar vast, Piet. Dank je. Ja. Goh. Pakjes, Piet. Ja. Kom er eens even bij. Oké, kom maar aan. Ja. Goh. Een beetje doorlopen, alsjeblieft. Ja, ik kom al. Goed zo. Wat is er, Hoofdpiet? Zijn dit alle pakjes? Nee, er liggen nog heel veel in de ruim. Oh, en jullie koffers? Die staan daar. Oh ja, die stonden daar. Dat is mooi. Dan ga ik even naar het huis van Sinterklaas om te werken. En ditje doen bedoelt hij. De Hoofdpiet moet weer werken. Ja. Zorgen jullie nou maar dat alle pakjes uit het ruim zijn. En vergeet je koffer niet mee te nemen, hè, naar het huis van Sinterklaas. Nee, die staan daar toch al, Hoofdpiet? Ja, maar vergeet ze niet. We vergeten toch nooit wat? Nee, precies. Nou, dag, Hoofdpiet. Toedeloe. Dag. Oké, Pieter, kom er maar bij. Pak je koffer, we gaan naar het huis van Sinterklaas. Yeah! Hey ho, hey ho, de Sint die zien we zo. Ja, la, 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 la. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, de Sint die zien we zo. Wat een boel pakjes zeg op de kade. Terwijl de Pieten hun koffers uitladen, gaan wij snel kijken naar de vraag van Tim Krama. Hij is 4 jaar en zou graag van de Sleutelpiet willen weten hoe de Pieten binnen kunnen komen in de Leidse huizen. Sleutelpiet, kun je deze vraag beantwoorden voor Tim? Ja, natuurlijk. Ik ben als het ware de beste Sleutelpiet van Leiden. In de oude wijken van Leiden gaan we gewoon via de schoorsteen naar binnen. In de nieuwere wijken gebruiken we de Leidse sleutels om binnen te komen. Kijk maar, die heb ik hier al, mijn sleutelbos. Jeetje, dat zijn wel heel veel sleutels. En passen die sleutels op alle deuren? Deze sleutels passen op alle Leidse deuren. Daar kunnen we 's nachts mee naar binnen. Dat doen we heel zachtjes, want anders worden alle Leidse kinderen wakker en kunnen we niks in hun schoentje doen. Sleutelpiet! Sleutelpiet! Ik ben mijn sleutel vergeten. Kun je de deur voor me openmaken? Sorry Tim, sorry Joyce, ik moet er vandoor, want ik moet ergens een deur openmaken. Doei, doei!
Kijk, dat is een goed antwoord van Sleutelpiet. Als je kijkt, Tim, hopen we dat je vraag hiermee is beantwoord. Oh, we zijn er weer. Gim Piet, is dat niet leuk? Hé, hey, tik hem aan, ouwe. Oh, wat een feest. Yeah! Ja, maar nou wordt de deur nog open. Even kijken of mijn sleutel nog past. Past die nog? Oh, wat spannend! Yeah! Yeah! O jee, ik hoor geluid bij de deur. O, dan moet ik naar de gang. Daar komt Pakjes Piet. Ik kom eraan. O. Zo, hoofd Piet, heb jij lekker geslapen? Geslapen? Ik heb gewerkt. Ik heb de verlanglijstjes van Sinterklaas in het boek geplakt. Dat zal best. En wat hebben jullie gedaan? Wij hebben de hele boot leeggehaald. We hebben zo hard gewerkt. De pakjes staan op de kade en we hebben onze koffers meegenomen. Mooi, dan mogen de pakjes naar de pakjeskamer en de koffers mogen jullie in jullie pietenkamer neerleggen. Pakjes? Ja, de pakjes die je uit de stoomboot hebt gehaald natuurlijk. Die liggen toch niet nog op de kade, hè? Ja, maar jij zei dat de pakjes op de kade moesten en toen moesten we naar huis komen. Dan moeten jullie terug naar de beestenmarkt. Dan straks waaien die pakjes in het water. Oh! Oh, moet ik nou echt alles alleen doen? Pieter, we hebben een probleem. Alle pakjes zijn weg. Hoe moeten we dit nou de hoofdpiet gaan vertellen? Allemaal weg. Oh nee, jongens en meisjes. Alle pakjes zijn verdwenen. Waar kunnen die toch gebleven zijn? We moeten de razende reporter inschakelen om te kijken of hij een oplossing heeft. Hallo razende reporter, hoe gaat het bij jou? Hey Joyce, met mij gaat het goed. Het is heerlijk weer in Leiden en echt iedereen is vrolijk. Maar volgens mij komt dat gewoon omdat Sinterklaas in de stad is. Dat is goed om te horen. Nou Joyce, ik denk zelfs dat er niets is dat een fijne pakjesavond nog in de weg zal staan. Daar moet ik de pret toch een beetje bederven. Er is namelijk iets misgegaan met de pakjes, waardoor de schoencadeautjes zijn verdwenen. Kan je de Pieten niet even helpen met zoeken? Meehelpen zoeken? Ja, dat is voor mij als razende reporter natuurlijk een eitje. Dus ik ga nu op zoek. Als er nieuws is, dan meld ik me weer. Waarschijnlijk gewoon met goed nieuws. En dan zeg ik nu, Pipa Porter, de groeten van razende reporter. Fijn, razende reporter, dat we altijd op je kunnen rekenen. Terwijl de Pieten en de razende reporter op zoek gaan naar de pakjes, gaan wij even bij Sinterklaas kijken. Huispiet is namelijk niet zo blij met de Pieten die er een zooitje van maken in huis. Het zijn toch hele mooie kijkjes. Deze is van Nomi. Nomi, ja. Alweer vier, hè? Alweer vier, dat schatje. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Fantastisch. En geef me dat stapeltje, die mooie grote... Het lijkt een heel wapenschild... Heel wapenschild, zegt Piet. Wauw. Jeetje, wat is... Weet je, deze gaan een heel speciaal plekje krijgen straks in mijn slaapkamer op de Breestraat. Dat lijkt me heel, heel mooi. Ik denk dat Tim Krama daar ook heel blij mee is. Hé, denk je ook niet, Piet? Ja, dat denk ik. Ja. Laten we dat maar doen. Leg deze eventjes apart voor mij, dat ik het niet vergeet. Dankjewel, Piet. Dankjewel. Ach. Prachtig. Ach. Allemaal zo mooi. Zo mooi. Oh, daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Nou ja, eigenlijk alleen maar hard geklopt. Ja. Ik hoor je. Kom maar binnen.
Oh, ben jij het inpak, Piet? Kom verder, ga lekker zitten en vertel wat er aan de hand is. Ik ben boos, Sinterklaas. Rustig, 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 rustig. Ga lekker zitten. Nee, maar ik zal het u vertellen. De Pieten maken een rommeltje van het huis. Ga rustig zitten. Sinterklaas heeft overal een oplossing voor. Zo, en vertel nu maar eens wat er echt aan de hand is. Nou, dat zal ik u eens vertellen, Sinterklaas. Ze laten alle slingeren, de Pieten. De borden, de bestek, de panties. En dan eten ze ook nog pepernootjes op de bank. Pepernootjes op de bank? Dat moet toch eigenlijk wel kunnen? Nee, Sinterklaas. Allemaal kruimels op de bank. Ja, dat is ook niet zo handig. Nee. Dat is ook, wat zullen we daar eens van maken? Het is simpel, Sinterklaas. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga terug naar Spanje. Aju. Ho, niet zo snel, Piet. Daar gaat niemand terug naar Spanje. Je blijft lekker zitten, denk aan de kindertjes. Trouwens, loop maar even mee naar de gang. Dan gaan we kijken hoe we dit samen eens even gaan oplossen. Pieten, verzamelen. Pieten, verzamelen. Ja, Sinterklaas. Wat is er aan de hand? Pieten, weten jullie wie dit is? Inderdaad. Nee, vanaf nu is dit onze huispiet. En huispiet gaan jullie allemaal helpen met het ophangen, netjes ophangen van jullie pakken. Netjes je bordje wegzetten na het eten. Je sokken in de was gooien. En als het echt moet, gaat ze jullie ook nog helpen met tanden poetsen. Nou, wat vinden jullie daarvan? Moet dat echt? Ja, dat moet echt. Want anders wordt het hier een vuilnisbelt. En dat kan niet. Goed zo. Opgelost. En dan kunnen jullie nu mooi verder met het inpakken van al die mooie cadeautjes. Dat vind ik nu al leuk. Nou, dag! Heeft Sinterklaas dat even mooi opgelost? Inpakpiet is nu dus de huispiet. Ze is gelijk weer helemaal vrolijk. Dit is natuurlijk maar een klein probleempje. Het echte probleem zijn de pakjes. Die zijn namelijk kwijt. Als het goed is, schakelen we nu even over naar Sleutelpiet, die aan het zoeken is in de burcht. Hebben we daar beelden van? Jeetje, wat is het hoog daarboven? Kijk je uit dat je niet valt, Sleutelpiet? Je weet het, Joyce. Dat is voor mij geen probleem. Ik ben als het ware de beste Sleutelpiet van Leiden. Zie je ook al wat pakjes daarboven? Helaas zie ik hier nog helemaal geen pakjes. Weet je geen andere plekken waar je kan zoeken? Ik denk dat we hogerop moeten klimmen om over heel de stad heen te kunnen kijken. Aan welke plek zit je te denken? Ik denk dat ik naar de Hooglandse Kerk ga. Daar kan ik over heel de stad heen kijken. Kan jij alvast misschien kijken waar Muziekpiet aan het zoeken is? Is goed. Dan zien we je de volgende keer op het dak van de Hooglandse Kerk. Volgens mij is Muziekpiet op zoek in de Stadsgehoorzaal. Als het goed is, hebben we nu verbinding met de Stadsgehoorzaal. Goedenavond. Dit wordt het moment van mij, van Muziekpiet. Ik ga mijn mooiste en nieuwste hit zingen. 5 december, ja dat is het bijna al. 5 december, ik krijg van Sint een mooie bal. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de daken op en af. En Sint wordt ook al maf, hij loopt daar met zijn staf. Het is pas ieder jaar, en hey, wie zie ik daar? Piet gaat door de schoorsteen, de schoentjes staan al klaar. 5 december, ja dat is het bijna al. 5 december, dan krijg ik een mooie bal. Hey, wat doe jij daar? Wie ben jij? Zie jij niet wie ik ben? Ik ben Muziekpiet. En ik ben op zoek naar de pakjes voor pakjesavond. Ja, maar er zijn hier helemaal geen pakjes. Maar volgens mij was jij gewoon stiekem aan het zingen. Nou,
Ja, oké. Okay. Ik zal het eerlijk zeggen. Ik denk van, dit is zo'n mooie stadsgehoorzaal. In zo'n mooie zaal dacht ik van, ik pak een mooi liedje en ik ga een mooi liedje zingen. En dat was trouwens van Rubberen Piet. Rubberen Piet? Nooit van gehoord. Pakjes zijn hier ook niet. Dus maak dat je wegkomt. Nou, meneertje de beveiliger, dat is toch jammer. Maak dat je wegkomt. Ik vind het wel jammer. Ik vind... Tot ziens dan maar. Ook Muziekpiet heeft geen succes met zijn zoektocht. Hoe moet dat nu verder zonder pakjes? Ondertussen lijkt Sinterklaas door te hebben dat de pakjes kwijt zijn. Kijk maar mee. Fijn Hoofdpiet dat je even tijd hebt kunnen maken. Ik weet dat je het heel druk hebt, maar ik ben toch wel erg nieuwsgierig hoe alles ervoor staat. Ja, dan zegt u wel wat, Sinterklaas. Het is inderdaad onwijs druk met de voorbereidingen voor pakjesavond. Ja. Maar ja goed, dat hoort bij een taak als Hoofdpiet, hè. Je bent niet voor niks, Hoofdpiet. Ja. Ja. Ondanks dat het wel een zware taak is natuurlijk. Dat geloof ik, Hoofdpiet. Vertel eens, hoe gaat het allemaal? Ja, alles gaat goed, Sinterklaas. Het lijkt dit jaar voortreffelijk te verlopen. Goed zo. De inpakpieten hebben tot nu toe 3400 meter pakpapier gebruikt. Asje me nou. Ja, dat is een eindje lopen hoor, pakpapierpiet. Ja, dat geloof ik. Ja. Nou ja, en ook de keukenpiet die is lekker aan het bakken, aan het kneden, aan het rollen. En volgens de laatste testresultaten zijn de kruidnootjes heerlijk, Sinterklaas. Ik kan niet wachten. Dus nou, ja, alles loopt op rolletjes, Sinterklaas. Fijn. Nou ja, om op rolletjes door te gaan, er moet me toch iets van het hart. Ik was laatst in de pakjeskamer en daar mis ik eigenlijk de speelgoedauto's. En ik weet bijvoorbeeld uit mijn hoofd verlanglijstjes gezien te hebben van Robert, Joost, Erwin, Hans, Gijs. Zomaar even een paar waar ze op staan. Dus ik vraag me af, hoe zit dat? Zijn we vergeten om ze in te kopen? Heeft Pakjespiet dat niet goed gedaan? Of hoe zit het? Sinterklaas, daar is wel een reden voor. Oh. Daar was geen plek meer voor de speelgoedauto's in de pakjeskamer. Oké. Dus we hebben besloten om die een stukje verderop in een hele grote ruimte neer te zetten. Sterker nog, Sleutelpiet is bij de speelgoedauto's om ze nog even te poetsen. Oh, die is er nu? Ja. Dat maakt me zo nieuwsgierig. Kunnen we daar misschien even om de hoek gluren? Ik wil daar wel even kijken. Nou ja, als u wilt, kunnen we er even naartoe. Nou, laten dan we dat doen. Dan lopen we er even naartoe. Ik loop gelijk even mee, Piet. Gaat u maar mee, Sinterklaas. Ik zal wel een meid erop zetten, hoor. Ja. Is het toch wel fris buiten? Het is ijskoud. Ja, oh. Zo. Oh, wacht even. Sinterklaas vergeet zijn staf. Een moment, Hoofdpiet. Ja, kom eraan. Rustig aan, Sinterklaas. We hebben geen haast. Nou ja, weet je wel. Ik ben zo nieuwsgierig. Ja, nou ja. Komt u maar, Sinterklaas. Oh. Zo, Sinterklaas, de deur is dicht. We kunnen gaan. Goed zo. Oh, je maakt me wel heel erg nieuwsgierig hoor, Hoofdpiet. Ach. Ja, Sinterklaas, we gaan die kant op. Nou. Zo, Sinterklaas, we zijn er bijna. Nou, ik ben heel nieuwsgierig hoor. Heel nieuwsgierig, Hoofdpiet. Ja, een hele ruimte vol met speelgoedauto's. Kijk, Sleutelpiet is lekker aan het poetsen. Ik zie het. Een hele ruimte vol. Met allemaal speelgoedauto's. Ja. Wat zal ik daar nou eens van zeggen? Het zijn inderdaad hele mooie speelgoedauto's. Ja, dat hebben wij goed geregeld eigenlijk, zeg ik het zo. Maar, zijn ze niet een beetje groot als schoencadeautje? Hé, Hoofdpiet. Oh ja, dit is meer, deze dit, past toch wel? Dit is meer een beetje voor papa's en opa's. Hé? Ja. Misschien heeft u wel gelijk. Nou ja, ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. En dan ook voor bijvoorbeeld Robert en Gijs en Joost, Hans en Erwin. Ja, ik denk dat het wel goed gaat komen. Dat geloof ik. Sinterklaas, dan gaan wij weer verder. Ja, dat vind ik ook. Maar ik wil nog even rondkijken als dat gaat. Gaat u maar even rondkijken. Ja, is wel erg mooi. Ik ga vast doen. Erg mooi. Die Hoofdpiet,
die dacht slim te zijn en allemaal grote auto's cadeau te doen. Die passen natuurlijk nooit in jullie schoenen. Dat is niet zo handig. Hopelijk lukt het hem om toch de goede speelgoedauto's te vinden. Ondertussen is de razende reporter een pakje op het spoor. We gaan even kijken waar hij nu is. Hey Joyce, ik loop nu op de Kornbeurs. Dat is in het centrum van Leiden, op zoek naar pakjes. En het lijkt wel alsof iedereen echt op zoek is naar pakjes. Ja, in de richting van het oude stadhuis. En kijk nou. We hebben in ieder geval één pakje gevonden. Wat goed, razende reporter. Alleen is het maar één pakje. Voor pakjesavond hebben we toch echt duizenden pakjes nodig. Liggen er niet nog meer pakjes? Ja, dit is er nu één, dus ik heb er nu niet meer. Maar ja, ik ga gewoon verder zoeken. Dit moet goed komen. Is goed, dan zal ik je verder niet storen. Terwijl gaan wij kijken naar een bericht van de Hoofdpiet en Pakjespiet. Dag Pakjespiet. Hoofdpiet. Ja, je lacht wel, maar het is niet leuk wat wij gaan vertellen. Nee. Goedenavond, lieve kinderen van Leiden. Wij hebben een slechte mededeling. Het is eigenlijk gewoon een ramp. Want wij zijn alle pakjes kwijt voor pakjesavond. De kans is groot dat we het niet halen om voor iedereen in Leiden een nieuw cadeautje te kopen. Niet? Nee, laat staan om ze ook nog allemaal in te pakken. Niet? Nee, zeker niet. Oh, want als wij nieuwe cadeautjes hebben, dan is het maar de vraag of wij genoeg inpakpapier hebben om alles opnieuw in te kunnen pakken. Pakjespiet zal jullie nu meer vertellen over ons pakjesprobleem. Pakjespiet. Even mijn brilletje, anders kan ik het niet lezen. Nou, dag. Ja, lieve kinderen, volgens de laatste cijfers van het RISP, Rijksinstituut van Sint en Piet, hebben we net aan genoeg schoencadeautjes voor dit weekend. Er moet veel beter gezocht worden. Hè, Hoofdpiet? Ja, veel vooral beter. In Leiden. En op de hoogste daken moeten jullie gaan zoeken. Want we dachten dat ik eerder had gezegd dat we genoeg cadeautjes voor iedereen hadden. Maar dat is niet meer zo. Want alle verlanglijstjes zijn veranderd, Hoofdpiet. Ja, ze zijn ook veel langer, de lijstjes dit jaar. Ja. Ja, aan alle kinderen zou ik willen vragen, help ons mee met zoeken. Want alleen met jullie hulp en samen kunnen wij het pakjesprobleem oplossen. En wel even belangrijk, mondje dicht tegen Sinterklaas. Waarom? Waarom? Nou, als Sinterklaas dit weet, dan gaan wij meteen terug naar Spanje. En daar heb ik geen zin in. Maar dan hebben we... Oké. Nee, dan hebben wij geen pakjesavond. Geen? Geen pakjesavond. Dus ik zou zeggen... Geen pakjesavond! Wil je nou even je klep dicht houden? Sorry. Dan hebben we geen pakjesavond en dat mag niet gebeuren. Dus help ons mee zoeken. En mocht je iets vinden, doe een briefje in je schoen. Dag. We gaan. Dag. Dag. De pieten zitten flink in de problemen nu de pakjes echt kwijt zijn. Kunnen jullie de pieten helpen zoeken? En mocht je iets vinden, doe dan een briefje in je schoen voor de pieten, zodat we weten waar ze moeten zoeken. Hopelijk komt dat snel goed. Voor nu hebben we even geen nieuws meer. Wel hebben we nog een aantal leuke TikTok-filmpjes voor jullie als afsluiting. Wil je zelf ook een TikTok insturen? Dat kan. Stuur je filmpje naar info@sinterklaasintochtleiden.nl en wie weet komt jouw eigen TikTok volgende week voorbij in onze uitzending. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Sinterklaas Nieuws Leiden.
Hopelijk komen we dan te weten waar de verdwenen pakjes zijn gebleven. Slaap lekker alvast en tot volgende week!